Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Daar zouden jullie mij een heel groot plezier mee doen als jullie meer video's gelijk dit in de toekomst willen zien. Of meer over momlife, maar ook fashion en gewoon dagelijkse vlogs. Vandaag heb ik een ander soort video voor u en dat is de dingen die ik niet wist over zwanger zijn of over zwangerschap voordat ik zwanger was. Ik denk dat dat wel iets leuk is om te weten. Ik heb ook al vriendinnen gehad die aan mij vroegen van wat is nu iets wat je echt niet wist? En nu zo denkt terwijl je zwanger bent, dat heeft echt nooit iemand mij verteld. Dus dat vond ik wel een goed idee ook om dat dan een video te gieten voor de mensen die zwanger zijn of zwanger willen worden. Natuurlijk, deze dingen gelden sowieso denk ik niet voor iedereen. Dit is ook uit mijn eigen ervaring dat ik ga spreken. Dus het kan zijn dat jij die kwaaltjes of die dingen niet meemaakt in je zwangerschap natuurlijk. Kijk, ik heb een boekje opgeschreven. Want als eerste heb ik de zwangerschapsdementie. Daar heb ik ook alles op geschreven. Omdat ik heb er wel van gehoord. En veel mensen zeiden wel van als je zwanger bent vergeet je zoveel. En je geheugen wordt echt het geheugen van een vis en zo. En ik dacht altijd, maar dat kan toch niet. Allee, hoe raar is dat? Dat je ineens als je zwanger bent dingen vergeet. Ik dacht, oké, als je een kindje hebt, dan zou ik dat nog wel begrijpen, omdat je daar veel mee bezig bent. En dat je andere dingen sneller vergeet. Maar oh boy, believe me, zwangerschapsdementie, it's real. Echt, ik wil soms iets zeggen en echt een seconde later weet ik het al niet meer. Ik wil iets doen en ik vergeet dat gewoon echt een seconde later. Ik kan soms niet meer zelfs op namen komen van mensen die ik gewoon goed ken. Overlaatst waren we ergens, er waren 3 kindjes. En die 3 kindjes, hun namen wist ik. En op dat moment wist ik gewoon de namen niet meer van die kindjes. Echt super erg. Maar dat was gewoon echt een blackout in mijn hoofd. Of bijvoorbeeld Niels zei vorige week tegen mij, vergeet geen vuilzakken van de winkel. Dat staat op mijn lijstje, ik ga naar de winkel, of vergeet ik vuilzakken. Oké, 1 keer kan gebeuren. Ik ga die week speciaal voor vuilzakken terug naar de winkel. Ik breng bananen mee en ik vergeet vuilzakken. En dan 3 dagen later hetzelfde. Weer geen vuilzakken bij. Terwijl ik daarvoor denk, ik ga puur voor vuilzakken. Nope. Dus zwangerschapsdementie, it's a real thing. Echt waar. Dan als tweede. Sommige dingen zijn misschien too much information voor sommigen. Dus als je daar gevoelig aan bent, moet je niet luisteren. Maar als tweede heb ik opgeschreven witverlies. Dat is ook zoiets dat ik nooit van gehoord. Allee, ik ken witverlies natuurlijk. Natuurlijk, voor ik zwanger was, had ik ook wel soms eens witverlies. Dus een witte afscheiding die van je vagina komt in je onderbroek of zo. Dat had ik daarvoor natuurlijk ook. Dat is zeker niks abnormaal of zo. Dat is denk ik van slijmvlies van de baarmoederhals, mond of zo. Ik weet niet juist als dat juist is, maar alleszins, witverlies is zeker niet abnormaal. Maar sinds ik zwanger ben, ik denk sinds mijn 18, 19, 20 weken, op den duur echt no joke, moest ik mijn onderbroek 2 keer per dag veranderen. Omdat ik zoiets had van, ik heb zoveel witverlies precies. En ik wist dat niet. Ik dacht ook van, dat is raar. Is dat wel oké? Hoort dat zo? Dus wat doe ik dan? Ik bel of ik stuur my best friend Celine. En ik zeg, ik heb zoveel witverlies, is dat wel normaal? Celine zei van, ja, dat is normaal. Dat is niet erg. Dat komt vaker voor. Dus heb ik dat ook op mijn 20 weken echt gewoon nog eens aan mijn gynaecoloog gevraagd. Van, kijk, ik heb echt veel witverlies.
En hij zei, ja, dat is zeker niet abnormaal. Dat gebeurt echt omdat je baarmoeder of je baarmoederhals of zo de vagina beschermt. Dat er geen infectie kan gebeuren. Dat er geen vuil in komt en zo. Dus daarom is er veel meer afscheiding. En wat daarvoor helpt is natuurlijk een inlegkruisje aandoen. Of je onderbroek is verversen op de dag, als je dat wilt. Maar natuurlijk, dat droogt ook wel. Dus op zich is dat niet vies. Maar ik vind het toch hygiënischer om een ander onderbroek aan te doen. Of inlegkruisjes en die te verversen. Dus witverlies. Very fun. Dan nog iets wat met je vagina down there te maken heeft. Geur na de seks. Dat vond ik ook vreemd, want ja, natuurlijk in je zwangerschap kun je nog altijd seks hebben. Als je dat wilt, als je dat niet wilt, ook oké. Als je er geen zin in hebt, al die toestanden, dat verandert. Dat hangt ook weer van persoon af. Maar ik merkte na de seks dat er precies een felere geur was. En niet stinkend of zo, helemaal niet. Maar wel een fellere vagina vochtgeur. Klinkt misschien raar, maar ja, dat vond ik ook heel vreemd. Want ik dacht, maar allee, dat is precies nu als we seks hebben gehad dat ik feller ruik of zo. Heel gek, ofwel is dat omdat mijn geur sowieso beter ontwikkeld is nu bij de zwangerschap. En dat had ik ook weer aan de gynaecoloog gevraagd. En zij zei ook van, dat is ook heel normaal. Dat is ook, heeft ook iets te maken met dat meer witverlies en die afscheiding. Dat je dan meer vocht produceert of zo. Ik weet het niet juist. Ik weet de wetenschappelijke info er niet voor. Maar dus de vagina kan gewoon iets sterker naar vagina ruiken na seks. En ja, dan moet je gewoon even de douche springen, goed wassen en dan is dat ook weg natuurlijk. Oké, dan laten we praten over warmte. Oei, mijn vriend is in de gang aan het janken. Maar warm dat ik het heb. Ik ben echt een koukleum, eerste klas, altijd al geweest. Vanaf het moment dat het 20 graden is, heb ik het al kou. En wil ik mij dik aandoen en wil ik broeken aan en truien en zo. Maar sinds ik zwanger ben, heb ik het echt super warm altijd. Het liefst draag ik niet te veel. Zeker niet als ik thuis ben, dan denk ik, oh, niks aan, geen BH, gewoon een onderbroek en een topje of zo. Gewoon chillen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet als je ergens naartoe gaat. En ik heb ondertussen ook gehoord dat als je bevallen bent, dat dat nog erger kan worden en je het nog veel warmer kunt hebben. Dus ik ben er super benieuwd naar. Ik ben ook vorige week bijna flauw gevallen, omdat ik het zo heet had in een restaurant. Niet normaal. Ik moest echt naar buiten. Ik was helemaal aan het zweten. En dat heb ik s'nachts ook soms. Ik kan soms s'nachts wakker worden en denken, oeh, hoe warm is het? En mijn deken echt helemaal van mij af moeten doen. En tegenwoordig is het s'nachts niet meer zo warm, 10, 12 graden. En dan zie ik Niels echt zo helemaal ingeduffeld liggen. En dan denk ik, maar allee, het is mega warm. Maar dat heeft er dus ook wel mee te maken, omdat je lichaam wel extra warmte vasthoudt voor de baby te beschermen en lekker warm te houden. Dan nog iets wat ik een raar kwaaltje vond, is ontstoken tandvlees. Ik had ineens ja, heel veel last van bloedend tandvlees, een beetje gevoelig tandvlees, ja, pijn, ontstekingen. Het viel mee, niet heel hard, maar ik had er wel wat last van. En ik moest toen ook toevallig naar de tandarts 2 weken later, dus heb ik dat gevraagd. En die zei, ja, je bent zwanger, dat komt heel vaak voor, ontstoken tandvlees als je zwanger bent. Dat is geen probleem, dat gebeurt gewoon veel meer. En dan heb ik een tandpasta gekregen, zo een vieze van Parodontax. En ja, spoel water eigenlijk voor mijn tandvlees
minder pijnlijk te maken. Ik moet zeggen dat dat wel heel goed helpt. Nu heb ik er weinig tot geen last van, dus dat is wel goed. Maar dat is dus ook iets wat hormonaal is en wat kan ontsteken door de verandering in hormonen. Ook iets wat ik totaal niet wist en wat ik dacht, hoe raar dat dat bij meerdere zwangere vrouwen voorkomt. Beenkrampen of kuitkrampen of voetkrampen, ook heel veel last van. En nu, momenteel zit ik niet in de juiste positie om dat tegen te gaan, want ik ga er misschien zelfs terug last van hebben, omdat ik zo in kleermaker zit. Maar ja, beenkrampen heb ik ook wel last van. De ene moment meer dan de andere ook. Maar dat is ook weer iets waarvan ik dacht, wat is dit nu weer? Dat ik 's nachts wakker word en elke nacht 3 keer kramp in mijn kuit had en echt zo mijn voet moest trekken om dat te laten overgaan. Want dat kan wel zo pijn doen, een kuitkramp. Maar dat is dus ook blijkbaar heel normaal en iets wat veel vaker voorkomt. Dus ook weer niks om je zorgen over te maken, maar ik vond dat toch iets raar. Dan heb ik opgeschreven onzekerheid. Dat klinkt misschien raar en misschien hebben velen dat niet. Maar ik voel me best wel onzeker sinds ik zwanger ben. Zeker, ja, je weet niet constant als alles goed gaat met je kindje. Er komt heel veel op je af, heel veel nieuwe dingen. Plus, ik voel me ook best onzeker over mijn lichaam. Dat ik nooit gedacht dat ik dat zo zou hebben. Natuurlijk, ik heb wel eens mijn onzekerheden altijd. Maar zo onzeker als ik mij nu voel, de laatste tijd, dat heb ik nog nooit gehad. Omdat de verandering van je lichaam zo snel gaat. En wat dat er dan bij komt kijken, is ook dat, wat ik ook niet had gedacht dat mensen zo zijn, of dat ze zo bij zwangerschap zo fel was, maar hoeveel mensen dat zeggen van amai, je bent al dik geworden, of amai, je bent echt al een tonneke, of amai, je ziet het heel goed, of ben je zeker dat het er geen 2 zijn, en zo van die dingen. Dat ja, wakkert die onzekerheid wel aan, maar het is precies of als een vrouw zwanger is, dat dat voor anderen een free pass is om te zeggen van je bent dik of zo. Terwijl je bent niet dik, je bent zwanger. Maar ja, dat is ook wel iets wat dat ik daarvoor niet wist. Dat mensen daar zo dingen over konden zijn. Want dat is echt wel iets wat dat ik vaker hoor als je ergens komt. En dan denk ik, maar allee, waarom zijn mensen zo cru eigenlijk in de meest onzekere periode van het leven, dat je mama wordt en er komt iets nieuw op je af en zo. Je moet veel nieuwe dingen leren. En ja, mensen zien dat precies echt zoals een free pass. En geloof me, familie, vrienden. Ja, natuurlijk, ik zit op social media, dus dat komt ook heel veel aan bod. Oké, mijn batterij was plat. Dus ik denk dat ik precies een beetje dichter in beeld zit, maar that's why. Waar zat ik nu? Ah, bij de onzekerheid. Dat was dus ook wel effectief iets wat ik niet had verwacht, dat ik mij zo onzeker zou voelen. Dus over mijn lichaam, maar ook wel zo, ja, ga ik een goede mama zijn? Ga ik dat goed doen? Want ik wil natuurlijk het beste voor ons zoontje. En dat goed doen, en dat is dan zo een onzekere periode en uw lichaam dan ook nog eens verandert op zo'n korte tijd, zo ongelooflijk snel. Wat natuurlijk ook heel mooi is langs de ene kant, want ja, dat is gewoon ons kindje wat groeit en dat is gewoon super mooi. Maar ja, ik voel me daar ook wel soms echt onzeker over. En ik had gewoon niet verwacht dat mensen vaak zo hun mening daarover zeggen of zo cru zijn in een zwangerschap. Dat, ja, soms vind ik dat gewoon super raar. En dus ik moet wel zeggen dat het ook wel vaak mannen is, zeker qua familie en vrienden gericht, dat vrouwen daar iets zo minder dingen in zijn. En
ja, niet zo dingen snel zeggen of zo van, amai, je bent al dik. Maar wel van, oh, mooi buikje of je buik groeit goed of zo. Maar dan zo, amai, je bent dik. Of amai, je bent echt een stevig tonnetje. En dan denk ik, bedankt, leuk, thanks. Allee, dat is moeilijk soms in mijn hoofd. En dat had ik helemaal niet verwacht dat ik ging hebben. En ik denk dat ik daar ook wel niet de enige in ben van vrouwen die dat heeft. Maar daarover wil ik gewoon nog even zeggen. Voor iedereen die zwanger is en die ook soms zo'n commentaar of zo krijgt. We zijn niet dik, we zijn zwanger en we zijn allemaal uniek. Elke zwangerschap is helemaal anders, elk lichaam is helemaal anders. Dus we mogen gewoon allemaal fier zijn op onze buikjes en op onze zwangere lichamen. No matter what, welke maat, hoe je eruit ziet, dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon super dat wij dat kunnen dragen en kunnen meemaken. Dus dat wil ik nog wel even zeggen. Ja, dan heb ik er nog twee. Nog eentje is dat een baby veel geld kost. Ergens wist ik dat natuurlijk wel, want ze zeggen altijd een kind kost veel geld, of course. Maar als je dan zwanger bent en ziet wat je allemaal moet kopen voor je kind, van buggies naar verzorgingstafels, tot een hele slaapkamer, tot knuffels, tot pampers, tot doekjes, tot alleen alles wat je gewoon nodig hebt, dat telt wel echt op en dat kost wel echt veel geld. Dat is wel iets wat ik wist. Maar als je het dan zo... Muffin! Shh. Straks mogen komen. Maar als je het dan zo meemaakt, dan denk je wel van, maar ja, een kind kost echt veel geld. Dus. En bij die spulletjes stopt het natuurlijk niet, want ooit gaat hij ook moeten gaan studeren en je wilt die alles geven wat hij wil. Allee, in zoverre dat dat gaat natuurlijk. Dus ja, een kind is effectief duur. Last but not least, als je dat hier hebt uitgehouden, nog een hele leuke, dat er al melk uit de tepels kan komen. Allee, melk is veel gezegd, maar een soort witte afscheiding, kruimelig, een beetje geel, wat aan je tepels soms kan hangen. En ik weet ook van vriendinnen dat die dat ook soms hebben. Sommigen ook helemaal niet. Maar dat is dus wel ook iets wat kan zijn. Ik had dat denk ik op 17 weken of zo. Dat ik zo dacht, maar er hangt zo precies witte kruimels aan mijn tepel. Hoe kan dat? Of hoe kan dat? En dan bleek dat dat eigenlijk ja, uw melkproductie is wat wel zo wat op gang komt. En ja, dat ja, niet per se echt melk is wat eruit komt, maar zo ja, kruimelige, opgedroogde melk. En dat dat wel dus al kan gebeuren. Dat is niet iets wat dat ik denk elke dag van, amai, hier hangt melk aan mijn borst of aan mijn tepels, helemaal niet. Maar dat is wel iets wat soms wel eens is. Maar dat is ook natuurlijk geen slecht teken, want dat betekent dat je melkproductie wel al op gang wilt komen en dat je lichaam wel al aan het werken is om borstvoeding te kunnen geven, als je dat wilt geven ook natuurlijk. Maar ik wil dat wel proberen, dus dat is wel een goed teken dat er toch iets op gang aan het komen is. Dus dat is wel fijn, maar ja, dus ook als je dat hebt, niet verschieten. Dat kan gebeuren, er kan wat gelige, smurrie, kruimelige korrels aan je tepels hangen. En dat zal dan waarschijnlijk de melk zijn. Maar als je onzeker bent over iets of zo, of iets meemaakt waarvan je denkt van, oei, wat is dit? Of, oh nee, nu heb ik dit of dit. Wat zou dat zijn? Is dat wel normaal? Eén tip, bel altijd naar de dokter of de gynaecoloog. Ik heb al heel veel meisjes in mijn DM gehad van, ah, ik heb dit of dit. Maar ik durf dat niet te vragen aan mijn gynaecoloog. En dan denk ik, maar daarom is die er. Ik denk echt niet dat gynaecologen zoiets hebben van,
iets is mij te veel. Ik zou gewoon alles vragen. Ik kom bijvoorbeeld in het begin en nu nog wel vaak echt niet goed naar het toilet, naar de grote wc. En ik heb dan gewoon ook tegen mijn gynaecoloog gezegd van kijk, ik ga niet naar de grote wc, soms 4 à 5 dagen niet en zo. En ik heb bijvoorbeeld een paar meisjes in mijn DM's op Instagram gehad die zeggen van ik kan niet naar het toilet en ik weet niet wat ik moet doen met de zwangerschap. Maar vraag dat gewoon, ik heb er dan ook iets voor gekregen en dat helpt heel goed, iets met vezels. Dus dat helpt heel goed, dus gewoon echt vraag alles. Maakt niet uit hoe gek dat je denkt dat het is of zo. Vraag het gewoon, daarvoor zijn die er. En ik denk gewoon echt altijd in mijn eigen no shame. Ik schaam me niet. Als de gynaecoloog, die heeft al vaak genoeg naar mijn vagina gekeken. Dus waarom zou ik niet vragen wat dat wit aan mijn tepel zou zijn? Snap je? Dus ja, ik vind wel, je kunt beter te veel vragen stellen dan te weinig aan je gynaecoloog als je ergens zorgen over maakt. Oké, dat waren dus mijn dingen die ik niet wist over zwanger zijn en zwangerschap. Misschien sommige dingen zijn raar of sommige dingen herkennen jullie misschien ook wel van jullie zwangerschappen of zo. Ik ben heel benieuwd trouwens als jullie dat durven zeggen, want sommige dingen wil je misschien niet vooruitkomen. Maar als jullie daar ook iets van hebben, van ja, dat vond ik ook, of ja, dat had ik ook of zo, laat het mij weten onder in de comments. Ik ben wel heel benieuwd. Of als jullie dat niet hadden, dat kan ook natuurlijk, want ik denk niet alles wat ik heb opgenoemd dat iedereen dat had, of iedereen dat heeft, dat dat ook heel persoonsgebonden is. Maar ik ben echt wel super benieuwd. Hopelijk heb ik jullie zo een beetje meer info kunnen geven en zo. Dat is ook wel fijn en hopelijk vonden jullie deze video leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na hieronder. En dan zie ik jullie snel weer. Mwah.